Uh, Martin, welkom bij Vogelscherming. We kennen jou als uh, vaste illustrator van uh, twee jaar gangen VogelsPlus. En de laatste jaren heb jij je eigenlijk op, op één vogelsoort gestort. En uh, ik vind het heel erg leuk dat je hier bent om ons uh, wat meer te vertellen over die ene vogelsoort die zo je passie heeft. Waar kijken we naar? We kijken hier de, naar de afbeeldingen van Klapexus. En deze Clapexes, uh, Dit is dan van het gebied Dellebuustrijden. Uh, die heb ik gemaakt in, in vijf jaren. Ik ben uh, in 2011 begonnen, winter 2011, 2012. En tot aan deze winter. Ik weet nog niet of ik het uh, project. Uh, zal voortzetten. Dat, dat overweeg ik nog. Omdat ik uh, na deze vijf jaren. een boek ga maken. over dat vijfjarige beeldend onderzoek. Ja. Uh, genaamd Identities. Zo heb ik het uh, Identities. Identities. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is natuurlijk wel, wel prikkelend. Ja, Ik kan wel even teruggaan naar uh, 2011, 2012. Het eerste jaar dat ik begonnen ben. Uh, wat de reden was eigenlijk dat ik gestart ben met, uh, met dit project. Uh, ik stond op, het is wel grappig, hetzelfde gebied. Uh, waarbij ik hier nu de afbeeldingen voor mijn neus zie. Dat ligt uh, vlakbij mijn woonplaats. Zuidoost Friesland is ook. Uh, bij het plaatsje Oldeboekoop en um, ik was daar eigenlijk gewoon een individu aan het uh, bekijken, dagelijks, elke ochtend. Ik wilde zo'n routes volgen, wat hij dan uh, in de eerste uur na dat hij wakker werd uh, deed. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, zit ik nou naar dezelfde vogel te kijken als gisteren? En ik denk, nou, dan moet ik er toch eens een keer, uh, eens een keer wat mee gaan doen. Uh, dus toen ben ik dat eigenlijk al tekenen, want dat, dat deed ik al. Ja. ben ik dat gaan uh, uitwerken. Als, ja. als een soort kartograaf, gewoon uh, wat zie ik en dat registreren aan ja. van die vogel. Want ik denk dat het belangrijk is om eventjes uh, te melden dat je bent, uh, bent beeldend kunstenaar. Ja. En gepassioneerd vogelaar. Ja. Uh, dus je kijkt als kunstenaar naar vogels. En uh, het valt mij op dat je daarbij... Um, nou ja, zeg maar een hoog oplossend vermogen hebt in jouw kijken naar, naar vogels. Ja, daar heb ik mezelf al aardig de jaren daarvoor al in getraind. Hè, voordat ik besloot om dat te gaan doen. Ja. Hè, om uh, naar waarneming uh, te kunnen tekenen. Hè. Dus dat, dat wat ik zie kan registreren op papier. Hè, het om kan zetten. Ja. En, en zodoende had ik dat ook besloten. Dat ik van, nou, dat vind ik wel interessant om dat te bekijken. Want dus mijn vermoeden van wat ik zie, om dat dan ook uh, in, in beeld om te zetten. Uh, ja, nou goed, en ik. ik ...ondervond dus inderdaad dat ik naar twee verschillende individuen... ...af en toe zat te kijken. En toen dacht ik van... ...hé, dat is eigenlijk wel interessant om daar nog uh, verder mee te gaan. Dus ik dacht van... ...nou, dan moet ik een plan bedenken. En toen uh, heb ik het eerste jaar... had ik gedacht van... ...nou, weet je, ik ga gewoon een soort... Een soort uh, ...gebied uh, 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 ja, voor mezelf maken... ...van waar wil ik dan al, allerlei individuen in zoeken. En toen ben ik eerst begonnen met Oost en west Dat was het eerste jaar. Um, het tweede jaar... 2012 2013 de winter merkte ik al dat er veel minder klappendes aanwezig waren. Dus dacht ik dacht van nou dan is dat nu ook een moment om het gebied nog wat verder uit te breiden. En dan ja goed hè, om daardoor meer individuen te gaan zoeken om te ja, kijken je, van dus je, je zoekgebied naar klappendes Ja die, uit werd, die, te werd, die, die heb ik dus dat jaar erop omdat er minder aanwezig waren dat jaar heb ik die vergroot. En daar is dus uh, Drenthe is dus bijgekomen, stukken van Drenthe, uh, vachtlo Veen ook deels Drenthe. Dus zo heb ik dat uitgebreid en dat heb ik eigenlijk tot nu het laatste jaar gewoon uh, voortgezet. Die, al die gebieden. En als je nou even naar de afgelopen winter kijkt, uh, hoeveel individuele klaphexers heb jij in jouw zoekgebied kunnen identificeren? Ik zit nu momenteel op uh, 30. 30? 30. En als je dat nou afzet tegen de, zeg maar de, de aantallen die waarnemende vogelaars bij elkaar blootleggen? Uh, heb je je daarin verdiept? Nee. Uh, nee. Of blijkt dan dat, dat, dat we eigenlijk ondertellen? Of uh, ja, ja. Als, als, als we als vogelaars in staat zouden zijn om echt uh, niet alleen maar klappers te tellen, maar de individuen te registreren. Want dat is eigenlijk de meest nauwkeurige manier van, van, van tellen die we hebben. Dat zou, dat zou natuurlijk interessant zijn om dat eens te onderzoeken. Ik heb dat in het eerste jaar wel uh, duidelijk bekeken. Hè? Uh... Toen kwam ik op 33 individuen alleen al in die twee gemeentes. Dus toen was eigenlijk mijn uh, gebied veel kleiner dan de jaren daarna. Hè? Omdat ik het daardoor vergroot, heb ik net iets over uitgelegd. En toen bleek wel dat ik uh, nou, meer dan het dubbele zoveel had. Ongelooflijk. Ja. ja. He, dat, dat is toen, uh, Marijn Nijs heeft er toen ook naar gekeken en die, he, die ondervond toen inderdaad uh, van Stichting Bagenveen uh, dat he, via waarneming.nl of in ieder geval het klapex, de telling die er dan uh, op dat moment ook liep, dat daar in die gebieden dan waar ik dan uh, mijn individu in tekenen, uh, nou, minder dan de helft aanwezig was. Ik weet niet meer het aantal precies, maar wel uh, dat het minder was. Ja. Die jaar daarna heb ik er eigenlijk zelf nooit, nooit meer zo uh, naar gekeken Jij bent heel erg naar, uh, naar die klappexers gaan kijken. Wat is het aan klappexers dat jou heeft gegrepen? Was het puur de, 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 eigenlijk het, het lot dat bij al kijkend naar een klaphexter tot de conclusie kwam van hé, hey, dit zijn twee individuen waar, waarvan je misschien eerst dacht van hé, hey, het, het zou misschien wel één ding kunnen zijn, maar vrek, hé, hey, het zijn er twee. Als dat een... Een patrijs was geweest, zou je dan nu een aantal jaar met patrijzen bezig zijn geweest? Mm, of? Nou, ik denk niet dat het zo. Nee, ik, ik krijg deze vraag heel vaak. Hè, van waarom die klap en wat, hè, wat, wat maakt dat je die keuze maakt? Vind ik uh, best wel een moeilijke vraag. Kijk, het is niet soort vanzelfsprekend of zo dat ik zomaar een, een, een keuze maak. Het is wel ergens op gebaseerd misschien. Ja. Maar dat wat precies of zo, daar ben ik niet helemaal achter of zo. Maar het is wel een, 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 ja, een, een beest wat mij. Uh, wat mij bezighoudt, ook voordat ik uh, eigenlijk al besloot om daar iets mee te gaan doen. Uh, iets toch iets meer uh, ja, dan andere vogels. En uh, het exacte, ja, dat zal misschien met het, het gedrag, het uiterlijk, uh, de verschijning, uh, uh, dat soort dingen wel te maken ja. hebben. En wat mij aantrekt. Maar ik herken wel dat heel veel vogelaars altijd heel enthousiast worden van het zien van een klaphekster. Ja. Dat is altijd een beest waar je echt even naar staat te kijken, totdat uiteindelijk die klaphekster verdwijnt. Of, of je het na een paar uur echt heel erg koud krijgt. Ja. Um, daar wandel je niet zomaar aan voorbij, dus misschien dat we het onbewust ook wel een beetje herkennen. Ja, en misschien is het ook dat, dat uh, als je, als je op, een, op een heideveld loopt of uh, hè, dat is wel de situatie waar je in er vaak wel hè, ja. uh, denkt te kunnen zien, uh, dat het vaak ook stil vaak in de winter is, weinig activiteit, weinig zang. Uh, de vliegveld is een blauwe kikker die langs. Maar je moet wat. Uh, uh, en dan zie je dus in een keer zo'n mooie sneeuwbal uh, daarboven in die boom zitten en dan word je toch al een beetje betoverd. Uh, ja. Uh, ja, althans dat. Dat doet het in ieder geval wel een beetje met mij elke keer nog wel weer... dat ik die, die sneeuwbal daarboven in die boom zie. Ja. <laughs> hey, Martin, het, de, de hele notie dat vogels individuen zijn... dat is iets dat, dat sommige mensen misschien nog steeds niet helemaal beseffen. Al, al doende heb jij natuurlijk ook maar heel erg naar de, de, de uiterlijke variaties gekeken... en dus heb je de subtiele verschillen tussen individuen leren zien... En, en heb je jezelf getraind in het steeds beter herkennen van die verschillen... Maar naast die uiterlijkheden zijn er misschien wel veel meer verschillen. Ja. Veel meer identities. Nou, ik denk dat je de vraag nog even moet herhalen, want hij valt <kwijnt> helemaal binnen nog. Ja, nou, precies. Naast, uh... Uh, je hebt natuurlijk de, de uiterlijke verschillen. Uh, maar een uiterlijk is maar een klein deel van, van een klap-exter. Daar zit een heel, heel beestje onder, onder die veren. Uh, en er zijn misschien wel, wel veel meer verschillen dan alleen die uiterlijkheden. Verschil in gedrag. Ja, oké. Okay. Um... Ja, precies. Oh, dat bedoel je. Ja, ja. ik, ik vermoed het al. Ja, maar. ik had een ik hele moeilijke ik... manier gevonden <laughs> om een makkelijke vraag te stellen. Ja, dat is, dat, 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 dat is er zeker. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, het verschil in gedrag van een individu... Yeah, omdat ik nu aan de hand van wat ik doe... weet vaak dat ik met hetzelfde individu te maken heb... Uh, ook soms dagelijks verschil kan zien. Dat die me ene keer meer bewijs wil toelaten... dat ik dichterbij mag komen... Nee. of dat hij nieuwsgieriger is... Ik had het gisteren bijvoorbeeld nog. Uh, hij zag maar hij vloog meteen weg. Ja, en dan is het altijd maar de vraag: van... doet hij dat om mij of doet hij dat omdat hij zelf de keuze heeft gemaakt om ver weg te vliegen om hè, ergens anders zijn voedsel te halen. Maar gedurende de dag kwam hij weer terug. Ik, ben, ik heb echt van zonsopgang uh, tot zonsondergang uh, in dat gebied geweest. En smiddags vond ik hem weer terug. En hield hij mij op een behoorlijke afstand continu. Hij versleepte zijn prooi ook steeds als hij me had gespitst. Uh, het was echt een soort, uh, uh, ja, een soort spelletje hadden we eigenlijk. Dat is ook wel iets waar ik nu eigenlijk... Uh, want ik heb dit nu natuurlijk dit project vijf jaar gedaan. Dus eigenlijk begin ik steeds meer uh, geïnteresseerd te zitten worden in dat, dat onderdeel. Hè, van uh, mijn relatie tot het individu. En uh, ja, hoe verhoud ik mij tot hem en hoe verhoudt hij zich mij, hè, tot mij. Dat spel eigenlijk een beetje. Ik zie het ook als een spel. Maar ook, uh, ja, ook denk ik daarmee ook veel van een, uh, een individu leren. En misschien van de soort. Ehm... Even kijken, de vraag op jou, uh, ja precies, dus, uh, dus daar ben ik eigenlijk nu uh, veel mee in te zitten. Dus dat, zie, dat heb ik ja. altijd al gezien, maar uh, me nooit zo erg op gericht. Daar voel ik nu wel meer vrijheid in, omdat ik dit project mogelijk dan zou kunnen afronden. Ja. Waardoor ik meer uh, tijd heb om daarmee bezig te zijn. Martin, met hoeveel mensen in Nederland kun jij op niveau een gesprek over klaphexers voeren? Op niveau? Klaphexers? Nou, met, met verschijnen wel hoor. Ik denk als je de vogel een beetje kent en je hebt er een bepaalde ervaring mee, dan haal je, dan, ja, dan. maar het, het, de diepere lagen zeg maar, hè, dus wat ik dan net vertel over ja. hoe ik zo uh, uh, zo n, zo n, naar zo'n vogel kijk, hè, uh, bepaalde vragen erover stel van waarom je een bepaald gedrag laat zien, hè, dat, dat deel minder. Dat zijn, maar, dat zijn misschien nou, en enkele die dat ook wel herkennen of hebben gezien. Maar ja. die, dan moet je wel zo veel tijd daarin stoppen om daarnaar te kijken. Ja. Maar het kan natuurlijk wel eens, ook zijn dat uh, iemand bijvoorbeeld veel naar meeuwen kijkt. Of eh, die dat ook wel ergens herkent. In, precies. In, in, in de soort waarin... Ja, de, precies. Gegrepen is geraakt door een andere soort. Ja. Maar ook wel ja. zeg maar, die diepere lagen van die dieren probeert af te pellen. Ja, en, ja. Uh, ja. ja. Maar ook met, met, met collega kunstenaars, die natuurlijk vanuit een hele andere uh, inhoud, of, eh, maar toch ook op een andere manier eh, ook wel verbanden mee kunnen zien. Eh, hoe ja. Dat, eh, ja, ja. Want jouw boek uh, Identity, en dit, dit zijn beelden uit jouw, uh, uit jouw boek. Ja, denk ik. Ja. Dit <laughs> is dus een heel verkleine versie. Ja, het, wordt, het, het, het werkelijke portret het wordt ongeveer. Of profiel moet ik eigenlijk zeggen, want is het meer alleen gezegd. Profiel uh, zal ongeveer op ander formaat zijn. Oké. Okay. En dus ja. dit, is, dit is een verkleine versie even. Uh, ja. omdat Wat, hierop... kun, je, kun je ons even meenemen waar we, waar we precies naar kijken? Want dit zijn telkens individuen die je ja. in, een, in, een, in een linker en een rechter profiel hebt ja. weergegeven. Op elk blad uh, zie je drie profielen. Het wordt een staand formaat met een hele lange rug. En het is de bedoeling eigenlijk dat je hem dan uh, op zijn zij brengt, waardoor je hem in de hand kan houden. Dus eigenlijk wijze spreken ook het veld mee, mee kan nemen. Kijk, je hebt, ik heb hier een ander voorbeeld. Je kan ook voor een liggende versie kiezen, maar dat is heel onpraktisch om mee te nemen in het veld. Dus ik zou eigenlijk mensen ook, ja, dat is, dan heb je zo'n heel lang ding die ja. moeilijk handzaam is. Ja, precies. Dus ik wil het als een soort field guide, dat je het ook een soort van mee kan nemen het veld in. Makkelijk in je tas kan steken en uh, door een kwartslag te draaien, dat je hem dan eigenlijk als het ware je hand eronder. Een boek zou kunnen zien en de portretten ook daardoor meer als een geheel ziet. Want anders zie je het als een soort bijna een soort sequentie, hè, wat ook mooi is. Maar ik heb dus heel bewust gekozen voor, die, voor meer een blok. Um, waardoor je eigenlijk de jaargangen uh, kan zien en ook misschien vanuit daar kan, kan kijken... Voor, uh, ...als je naar dat gebied bent, voor, go, uh, zit je naar hetzelfde individu te kijken. Nou goed, dan zou je, dat zou je bij wijze van spreken hè, uh, volgend jaar kunnen doen met dat boek... Hè, ...als je daar geïnteresseerd in zou zijn. Ik heb alleen eigenlijk ja, de beesten in het veld gezien en getekend. Dus vond ik ook dat de, de vorm daarvoor ook uh, uh, nou ja, uh, min of meer uh, daarvoor handzaam moest zijn. Uh, in plaats van dat het een heel mooi exclusief boek zou worden. Ja, ik denk dat het een, een, een primeur is, een wereldprimeur, misschien wel, een, een field guide. Uh, voor individuen ja, van één soort. Ja. Dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Uh, dat, is, dat is even een hele nieuwe manier van naar foto's ja. kijken voor de meeste vogelaars en mensen in zijn algemeenheid. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest voor mij om het in die, in die vorm te gieten. Uh, goed, je ziet op elk blad dus wat ik al eerder zei, uh, drie profielen: uh, dan heb je dus zes vakken. En één vak heb ik beschikbaar gesteld voor een doortrekker. Doortrekken neem ik toch apart, omdat een doortrekker voor mij ja, is, is een, een passant. Het is niet echt een beest die echt het hele gedurende grote deel van de winterseizoen aanwezig is geweest. Soms zie je ook een leeg vlak in het boek. En Een leeg vlak heeft ook betekenis. Dat is of niet gezien of niet geweest. Dus dat vind ik wel mooi, dat een leeg vlak ook nog een betekenis krijgt. Dus of ik als, hè, als ja. persoon niet gezien heb, of hij is misschien ook gewoon een, een jaar gewoon niet geweest in dat gebied. Ja. Ja, hieruit blijkt ook weer jouw conceptuele benadering, ja, denk ik. Ja, precies. Dus daar, daar doe ik ook mee. Hè? Dus ik ga, laat dan niet alleen maar zien wat ik heb gezien, maar ook ja, wat ik niet heb het gezien. Het heeft allemaal betekenis. Het heeft allemaal. Of ja, krijgt of, je kunt het betekenis geven, ja. ja, ja. Dat is eigenlijk de, de, open, de openheid van, van zo'n ja. leegvlak. En als ik nu gewoon als, als oppervlakkig, of als, als, als snelle vogelaar, die, die, die profielen bekijk, dan in eerste instantie denk je van ja, ik, ik, ik kijk hier. Um, vijf maal naar hetzelfde beeld. Totdat ik wat langer begin te kijken. En bij jou is dat natuurlijk dus vijf jaar geleden uh, op een gegeven moment gebeurd van oh, verrek. Ik begin kleine verschillen te zien in uh, al dan niet een beetje wit op de turtles op de, 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 op de vleugels, de, de vormen van het zwarte masker, de hoeveelheid wit uh, boven het masker en het oog. Maar het zijn zeer subtiele verschillen waar je mm. jezelf echt in eerste instantie het moet dwingen om ze op te merken. En zodra je dat op een gegeven moment in de gaten hebt, dan ga je, inderdaad, dan ga je kijken van verrek. Dat, dat zijn dus andere, andere individuen, andere identities. En voor jou is het misschien na vijf jaar heel vanzelfsprekend geworden om, om daar op die manier naar te kijken. Uh, maar wat zou jij mensen willen. Wat, wat zou jij willen dat, uh, dat er bij mensen gebeurt die jouw boek in handen krijgen? Nou, in de eerste instantie door, door een soort. Uh, niet meer al, als een alleen een soort te zien, maar dat het verder rijkt is he, dus als je nou, kijkt naar mensen, dan, ja, dan praat je ook niet over... Ja, we praten als over een groep. En we klassificeren wel, he, ik bedoel, rassen. Ja. <laughs> maar goed, we, we zien met name elkaar als een individu. He. We herkennen elkaar ook als een individu. Ja, een gemeenschap van individuen. Ja, en vanuit dat, dat gegeven denk ik van... Goh, dat, dat, he, zo zou je dan ook naar een vogel kunnen kijken. Dat geeft al een heel andere manier van, van kijken eigenlijk... dan wat we eigenlijk gewoon gewend zijn. Dus dat, zou, dat is eigenlijk wel wat ik mensen zou willen meegeven. Althans, ik hoop dat ze dat hetzelfde ervaren aan mij, aan mij. En, en, en ook dat als ze dus uh, bijvoorbeeld met een eigen vogel bezig zijn of met een dier maakt ook en ja, het kan ook een vlinder zijn dat ze dat misschien ook via dit concept uh, een soort, soort uh, ja, idee geeft over uh, nou ja, zijn eigen materie of blik uh, anders zouden kunnen gaan kijken wat mij ook heel erg heeft geleerd in hè, want je, je zei net iets over die subtiele verschillen is dat sommige dingen zijn echt inderdaad uh, onveranderlijk. Hè? Dus die blijven bij dat individu, die horen bij dat individu. Daarnaast heb je ook, uh, dat heb ik dus eigenlijk ook gezien door de jaren heen, dat sommige kenmerken uh, zijn heel erg afhankelijk van lichtinval, uh, van, van, van verenstructuren die weer anders uh, kunnen steeds zich kunnen vormen. Hè? Dus uh, dat zijn ook wel dingen die, waar je wel rekening mee moet houden. Dat, dus als je iets ziet, dat je dan jezelf wel moet Blijven controleren van hè? Ja. waar zit ik eigenlijk aan te kijken? En ja. is dat de volgende keer en weer zo. Hoe onveranderlijk is het uiterlijk van een individuele vogel uh, door de jaren heen? Want uh, de vogel ruit zijn veren jaarlijks. Ja, ik bedoel ook in een moment van een jaar zelf. Ja. Hè? Dus bij dus heel veel zonlicht kunnen ze een enorm hoog wit hebben. Ja. En dat kan bij bevolkte echt totaal helemaal, helemaal verdwenen zijn. Ja. Hè? Dus dat betekent dus niet dat, 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 dat je kan zeggen van dit individu heeft een heel uh, hoog wit supercilium, hè? Dat geloof ik. Hè? Ja, wat boven het oog zit, ja. ja, precies. Ja. Uh, dus, dus, hè, dus dan moet je dan wel kijken van goh, ja in welke, in welke lichtomstandigheden heb ik dit uh, bezig te bekijken? Hè? Dat, dat is wel erg afhankelijk van hoe, je, hoe die verschijnt. Uh. Dus daar is ook iets waar je rekening mee moet houden. Ja, je, maar wat ik, wat, ik, uh, wat ik net vroeg, heb jij een gevoel, of ook gewoon misschien kennis opgedaan, dat een individu door de jaren heen wel in de rui. Zeg maar dezelfde mate van wit in zijn verenkleed... Uh, elk jaar teruggroeit, omdat dat gewoon genetisch. Uh, ja. op die manier gecodeerd is. Of als dat dat toch ook nog verschillend kan zijn. Nee, als het eenmaal een adult is, dan is het vrij onveranderlijk. Ja. Dus maar uh, van een jong, van een eerste winter. Hè, naar het jaar. een tweede kledingjaar daarna. Ja. ja, dat is. Dat is uh, ik heb wel vermoedens. En dan baseer ik dan op een maskervorm. Uh, de, de vleugelspiegel. En dat zijn best wel vaste vormen. En die, en die, die nummer 6, de staartveer. Hè, de buitenstaartveer. En die zie je hier ook aan de zijkant en apart nog afgebeeld. Omdat als een vogel in zithouding is, kun je dat altijd... Hè, als je hem van voren af ziet, je, kijkt hem, je ziet hem een beetje van onderaf. Ja. Kun je dat zien. Ja. Dus daar, dat zijn toch kenmerken die je in het veld ziet, dus die je ja, registreert. Die zijn vrij onveranderlijk. Maar goed, een, een, een eerste wintervogel. Hè, of, of een, een tweede kalenderjaar dan in, in het voorjaar. Hè, dus nog, die... die die heeft vaak nog een dat 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 die, die de bruinige en dat en dus dat gaat sowieso veranderen. als het jaar daarna weer zo arriveren in dat gebied. Ja. En dat is dat is best wel een ingewikkelde. Ja. Ja. ja, ja. Als er dan geen ringetjes uh, of kleuringen aan zitten, dan is het een uitdaging om het ja, weer als ja. uh, te herkennen als. Dat, voor mij is dat wel minder dat zeker dan, dan want dat, dat ja. geeft meer vraagtekens. Ja. 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 Deze manier van kijken, dat vereist eigenlijk dat je met een telescoop uh, de rust neemt om, om langdurig naar zo'n individu te kijken. Ja, dat is wel grappig. Want het, wo het woord exhibitor is, is, betekent de wachter. En dus feitelijk, ik voel mij soms zelf de wachter in het veld. En dat is natuurlijk een hele leuke... rol omgedraaid. Ja, precies. Ja. En ik ben eigenlijk op, op jacht. En het is natuurlijk een enorme jager, die vogel. Dus het heeft een hele grappige... Ja. Dus ik begin ook steeds meer uh, als spel te zien of zo. Wat, wat ik al eerder net even verteld in het gesprek. Dus, dus dat soort dingen spelen voor mij op dit moment veel meer. En nu ik met dit project aan het afronden ben... Uh... Fantastisch. Ja. Wanneer kunnen we jouw, jouw werk gaan zien? Nou, ja, dit, 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 de publicatie die komt uit, uh, ik weet nog niet exact, maar september, oktober, in ieder geval een van die twee maanden. Ja. He, dus dat, als de klappexers weer, weer terug arriveren ja. en he, ja. eigenlijk het nieuwe ja. seizoen begint, zouden ze bij wijze van spreken met het boek meteen het veld in kunnen. He, dat is eigenlijk wel een beetje de gedachte erachter. En, uh, of het werk, de, want het is eigenlijk gewoon, uh, het zijn allemaal digitale beelden. He, uh, ik heb de schetsen gewoon uitgewerkt als een soort profiel en die profielen heb ik digitaal allemaal zeg maar via handwerk en computer zeg maar uh, uitgewerkt waardoor ze heel erg hetzelfde blijven maar toch alleen in die facetten dus veranderen want als je dan als je een schets gaat maken van elke vogel weer een individu, dat heb ik het eerste jaar wel gedaan, dan krijg je daar ook weer verschillen en dat wilde ik juist eigenlijk vermijden. Dat ik alleen maar een standaard profiel heb en daar in die profiel, zeg maar, dan de kenmerken. Dus het is eigenlijk een boekvorm alleen maar. Ja. Het boek. Het boek ja. is het werk. Je hebt een website waar we het uh, misschien wel kunnen gaan bestellen. Misschien is het tot slot wel heel leuk als je ons eens even meeneemt. Als jij nu naar twee van de individuen die nu voor ons liggen kijkt. Kun jij ons eens meenemen in wat jij daar allemaal aan, aan verschillen tussen twee individuen uithaalt? Nou, ik, ken, uh, ik ga weer naar Delibus rijden. En ik heb hier die voor me liggen. Uh, Na 2011, 2012, een individu. Daar zie ik een, uh, een masker die heel hoog aan de snavelbasis is, die doorloopt. En als ik dan naar het jaar erop ga, 2012, 2013. Dan zie je dat hij uh, nou ja, sowieso een heel ander maskervorm heeft. Uh, veel ja. meer wit boven het oog. Ja. Ik heb daar al iets al over verteld. Hè, dat het wit boven het oog uh, ook kan afwezig kan zijn. Maar ik weet ook bij dit individu dat ik die ook met veel zonlicht heb gezien en totaal geen uh, witte witte uh, wenkbrauw heeft of supercilium. Dat, dat zijn al voor mij al hele grote verschillen tussen deze twee individuen. Waardoor ik weet dat ze niet hetzelfde zijn, andere beesten. Nou, dan uh, want kijk, als ik verder kijk, dan zie je het op de stuit. Hè, deze is vrij grijs. Grij en dat, dat die stuit tint moet je eigenlijk ook met verschillende lichtomstandigheden bekijken. Maar het blijkt dus ook bij zonlicht dat hij in een grijze stuit blijft die net zo dezelfde tint heeft als zijn rug. En dat, dat mist dat individu zeg maar, van 2012-2013. Die heeft echt ja, een, gewoon echt een witte stuit. zeer witte stuit. Kijk, dat zijn voor mij al hele grote verschillen. Uh, waarvan ik zeker weet dat het anders is. Bijvoorbeeld zo'n snavel zou je dan kunnen kijken. Maar een snavel is een, beetje, is een beetje tricky. Want een snavel kan heel erg veranderen. Die verkleurt steeds gedurende het seizoen. Deze heb ik, uh, weet ik wel, in het eerste deel gezien. Zeg maar van september tot, uh, heel veel geval tot, tot december ongeveer. Had een vrij donker snavel. Het kan dus om best zijn dat het jaar erop... dat dat beest nog een iets lichter snavel heeft. Want dat verkleurt... Want, want vaak uh, als het zo tegen februari maat is... dan gaan die snavels die gaan steeds donkerder worden van, van tint. Ja. Dus die verkleuren. Dus dat vind ik nooit zo betrouwbaar. Want het kan best variëren ook. Hè, dat het ene jaar soms iets sneller verkleurt dan het andere jaar. Dus dat, dat, dat weet ik dan. En dus daar ga ik dan niet zozeer vanuit. Dus ik kijk echt naar die grote verschillen... die ik echt zie, waarvan ik zeker weet... Die zou, ja, dat kan gewoon niet anders zijn dan ja, wat ik heb gezien. En nou ja, daarna zie je nog wel wat andere kleine subtiele variaties. Hè? Zoals die staartveer, die staartveer. Waarin bij die ene iets meer zwart lijkt te zijn dan bij de andere. Maar goed, daar moet je ook altijd rekening mee houden van... Uh, hè, hoe heb je naar die staartveer zitten kijken. Hè? Dat er net een klein verschil in zit. Ik heb het wel geregistreerd wat ik heb ja. gezien, maar je, je moet ook weten dat, hè, soms kunnen de nuances net even uh, iets meer dan of minder zijn, ja. en zo eerlijk moet je ook zelf uh, zijn daarna, uh, na dat soort uh, registraties die je doet. Dus feitelijk blijft het empirisch, het is natuurlijk mijn vertaling van wat ik zie. Maar er zijn een aantal dingen waarvan ik zeker weet, wat ik die heb gezien, dat die zo'n groot verschil hebben ten opzichte van de anderen. Ja. Ja, het is heel leuk om jou over heel grote verschillen te horen spreken. Terwijl ik nog steeds echt moeite moet doen om. Um, ja, kijk, nu als je het aanwijst, dan zeg ik ja, inderdaad. Um, die stuit. Um, uh, het, het was me pas opgevallen uh, toen je het net, uh, het net noemde. Uh, die onderste snavelhelft uh, had ik al van ontdekt: van ja, die is inderdaad bij het uh, rechter individu wat lichter dan bij het linker. Um, ...de rafeligheid van het masker en de, de breedte bij de, ja. bij de snavelbasis. Dat zijn inderdaad dingen, als je beter gaat kijken, dan gaat dat opvallen. Ja. Um, um, ik vind die... het wel heel erg leuk eigenlijk. Het, 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 het intrigeert mij wel. En ik denk ook dat als ik nu uh, de volgende keer dat ik een klaphexter tegenkom... Uh, ...zal ik veel gedetailleerder naar dat diertje gaan kijken. Dus uh, dat heb je alvast bereikt. En het zou natuurlijk heel erg leuk zijn als, uh, als heel vogelend Nederland uh, hierdoor gegrepen raakt. Ja, ik, 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 het is niet uniek. Ja, ik weet dat uh, Pieter Scott, die heeft het ooit met kleine zwanen gedaan. Dus ik bedoel, ik ken mijn voorgangers wel. Dus ik, ja. uh, ik pretendeer ook absoluut niet dat ik een, uh, een uitvinding heb gedaan. Ik voel me ook helemaal geen uitvinding. Het, en wat ik al eerder zei in het gesprek, het gaat me heel erg om uh, zo mensen weer bewust te maken van kijken van... Hè, eens, ga eens anders kijken, hè. Kijk eens op een andere manier dan wat je gewend bent om te kijken. En wat zie je dan? En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk feitelijk ook waar mijn, mijn en werk over gaat. Ik zeg ook vaak, uh, de, de vogel is voor mij uh, een middel om op een andere manier naar de wereld te kijken, maar eigenlijk gaat mijn werk over kijken, over de waarneming. Ik zeg dat er vaak nog wel even bij, want dat, dat idee is wel eens totaal anders. Ja. Dat mensen denken van, die vogel is heel centraal heel belangrijk. Is het ook ergens wel? Maar het is eigenlijk een soort maar het een waarnemen. Ja, het is een soort een tool die mij, ja precies. Hè. Maar aan de andere kant, ook niet weer dat het, zo, het had ook een fazant kunnen zijn. Of een patrijs noemen ja je. Dat is ook niet weer, zo dat het zomaar een, een lukrake keuze is van... nou, kies ja. maar een klap vandaag en dan ga ik daar maar de komende tien jaar mee bezig. Hm. Ja. Hoe komt het boek eruit te zien, Martin? Nou, het boek is uh, ingedeeld per gebied. Dus uh, elke spread is een gebied. Dus je hebt niet twee spreads voor een gebied, maar gewoon één spread. En dat zijn maar vijf jaargang plus dan een vak nog over voor een en uh, Elk gebied heeft afwisselend wel of niet heel veel individuen. Dat hangt er vanaf of het bezig geweest is of ik ze of gezien heb, hè, wat ik eerder verteld. Maar er worden zestig gebieden in totaal. Het kunnen nog 61 worden, want ik ben nog steeds bezig. Dus het kan best zijn <laughs> dat er nog een gebied bij komt. Want ja, kan ik, ik, nog ik, blijf, ik blijf... Ik, ja. ja, precies. Ja. Maar ik, ik ga uit van zo'n 130 profielen, 135 profielen ongeveer in totaal... die in het boek te zien zullen zijn, onderverdeeld in die 60 gebieden. Dus... Het is duidelijk dat je toch door die klappexen gegrepen bent. Het waarnemen uh, en, en de verdieping daarvan is denk ik iets... Wat, uh, wat je in ieder geval mij alvast hebt meegegeven. Hartstikke bedankt dat je hier bent langsgekomen om, uh, om dit te laten zien. Um, deze podcast die zal um, de komende jaren... Uh, in ieder geval via de website van Vogelscherming terug te luisteren zijn. We zullen die ook verrijken met, uh, met, 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 met jouw beelden. En uh, ik hoop dat mensen hun weg naar, uh, naar Identities zullen weten te vinden. En ik hoop dat in ieder geval iedereen die geluisterd heeft, uh, net als ik, de eerstvolgende keer dat we een klaphekster tegenkomen, uh, nog eens wat langer door die telescoop loert. En, uh, en ook het waarnemen tot. Uh, de kunst van het waarnemen in zichzelf verder weten te ontwikkelen. Martin, ja. dank voor het gesprek. Heel erg leuk dat je er was en um, we blijven je volgen. Jij ja, bedankt.